Goed, we gaan praten over het verbod op de pedofiele vereniging. Martijn Uitenboogaard zit hier. Hij is de laatste voorzitter van die vereniging. En Anton Doutzenberg, schrijver, heeft hier vaker aan tafel gezeten. Bijvoorbeeld omdat je een verslag hebt geschreven over de nier die je vrijwillig hebt opgeofferd. Dat hoe heet het boek? Barmhartige Samaritaan? De Samaritaan. Samaritaan. Ja. Zonder lidwoord. Wat is jouw betrokkenheid bij Martijn? Ik, als schrijver ben ik geïnteresseerd in taboes. Dat interesseert me heel erg, omdat, omdat het daar schuurt, zeg maar, de verlangens van een kleine groep en de belangen van een grote groep die zich daartegen verzetten. Daar gebeurt er iets. Ik heb het boekje ook geschreven. Het gaat ook niet alleen over Martijn. Het is een onderdeel van het boekje. En wat mij heel erg irriteerde was de ongenuanceerde heksenjacht tegen pedofielen. Er werd een grote bevolkingsgroep werd systematisch weggezet als ongedierte dat vernietigd moet worden. En niemand nam het voor ze op, ook de politiek niet. En ik heb me toen lid gemaakt van Martijn om een signaal af te geven van we moeten ook eens een tegengeluid laten horen. En niet die mensen systematisch wegzetten als kinderverkrachters en onmensen. Wat gebeurde er eigenlijk toen je je aanmeldde als lid en toen dat bekend werd? Ja, dat heeft heel veel negatieve consequenties voor me opgeleverd. Veel doodsbedreigingen. Ik ben ontslagen. Ik had een eigen communicatiebureau met een vriend van mij. Ik ben econoom. En ik ben ontslagen door een aantal grote klanten omdat ik opkwam voor pedofielen. Onder meer de Financial Times en de Universiteit van Tilburg. En ook nog andere klanten lieten niks van zich horen. Maar die beiden hebben expliciet aangegeven, we willen niet meer met jou werken omdat je pedofielen helpt. En ja, dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijkste. En dat heeft natuurlijk een behoorlijke impact. Maar ja, ik denk dat een jongen als Martijn nog veel zwaarder voor de kiezer heeft. Ja. Kun jij een blik geven in jouw dagelijks leven als het gaat over agressie die je ondervindt? Een paar dagen geleden was een documentaire van de NCRV over homopesten. Van stellen die te maken hadden met eieren, stenen. En dat was voor mij heel herkenbaar. En eigenlijk kan je zeggen dat bij mij het in het kwadraat is. Want als je echt het aantal incidenten wat ik allemaal heb meegemaakt qua stenen door de ruiten, qua verf die gegooid wordt, qua eieren die gegooid wordt, en noem het maar op. Dat is echt de hele waslijst. En niet alleen waar ik nu woon, ook bij mijn vorige woning in Leiden had ik datzelfde. Alleen, ja, toen was er eigenlijk helemaal geen aandacht voor. We hebben wel aan de media gevraagd van spreek eens uit publiekelijk tegen geweld ons adres. Maar dat zei niemand te durven, want ze denken alleen aan zetelwinst op korte termijn. En uiteindelijk is het wel wat rustiger geworden in Leiden. En later ben ik verhuisd omdat ik met iemand ben gaan samenwonen uit Hengelo. En ja, daar begon de ellende opnieuw. En het aantal incidenten neemt wel af. Maar je bent altijd bang, ook als je hier weer zit, van ja, gebeurt er weer wat? Je bent nooit 100% veilig. Ook niet als je buiten loopt of met de trein rijdt. Laten we even kijken naar reacties die vooraf gingen aan het verbod van de vereniging. Henk Bres, hij is een beetje de vleesgeworden verontwaardiging tegen alles wat met pedofilie te maken heeft. De smeerpeperij, en dat is bij mij kort een lang lullen. En ik vind het gewoon vies en dat moet gewoon verboden worden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Die doe je gewoon voor de kinderen. Seks met kinderen is toch niet goed te praten. De rechtbank oordeelt dat de werkzaamheid van de vereniging Martijn voor haar leden nastreeft om seksueel contact te kunnen hebben met kinderen. En de vereniging Martijn daartoe dat seksuele contact verheerlijkt. Nou, het is eigenlijk een heel belangrijk signaal wat de rechter afgeeft. Het signaal dat het kind beschermd moet worden tegen verenigingen, tegen volwassenen die eigenlijk willen bevorderen dat er actieve seksuele relaties tussen kinderen en volwassenen mogelijk zijn. Kinderen zijn niet weerbaar en kunnen geen of onvoldoende weerstand bieden aan seksuele wensen van een volwassene. Het is niet natuurlijk voor een kind om seksueel contact te hebben met een volwassene. Ja, ben je, nou ja, wat ben je het daarmee eens, Martijn? Wat een rechter natuurlijk vindt of niet, dat doet eigenlijk helemaal niet ter zake. Nou, wel als je een vonnis moet vellen natuurlijk. Nee, ook niet. Dat hoort natuurlijk niet ter zake te doen. Een rechter die moet niet gaan zeggen of die een bepaalde mening natuurlijk vindt of niet. En ze zeggen, breng het zo alsof wij seksuele contacten nastreven. Wij hebben wetsverandering nagestreefd. We hebben geen seksuele contacten anno nu voor leden nagestreefd. En wij hebben mensen altijd aangeraden zich aan de wet te houden. Alleen wij vinden dat de zedenwetten, dat die wel genuanceerd kunnen worden. Want in Nederland zijn ook als 3-13-jarigen een triootje doen, dan is dat volgens de rechter ontucht. En er stond een keer een 13-jarige ervoor terecht en die was dus strafbaar. En dat zijn ook de consequenties van de zedenwetten. Die leeftijdsgrens schrappen?
Nou, ik denk dat vandaag de dag een discussie daarover niet verkeerd zou zijn. En zelf denk ik dat een leeftijdsgrens van 12 jaar niet eens heel onrealistisch is. Alleen een totaal... Nou, in die zin wel onrealistisch lijkt mij dat er niemand voor te vinden is die dat wil stemmen. Nou, dat heeft heel erg te maken met het taboe. Ik weet een aantal jaar geleden, Hans Janmaat, die had maximaal 3 zetels. Terwijl volgens mij zijn achterban veel groter was en nu zit hij met Wilders opgescheept. En dat debat werd niet gevoerd met alle gevolgen van dien. En ik vind het gevaarlijk om een debat niet te voeren, want... Maar goed, het zijn uitspraken van de rechter. Nou, maar ja. kijk, de rechter. In eerste instantie heeft het Openbaar Ministerie geprobeerd om een strafzaak te beginnen tegen Martijn. En wat blijkt na 10 jaar onderzoek? Dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Toen kwam de hele volksopstand, et cetera. En toen heeft de rechter gekeken van onder druk ook van de politiek. Kunnen we het civielrechtelijk bekijken? Terwijl die vereniging geen strafbare feiten heeft gepleegd, wordt dus eigenlijk gezegd. Het gedachtegoed van die vereniging, het opkomen voor je belangen en het voeren van een maatschappelijk debat mag dus niet. 8 bestuursvoorzitters of bestuurders van Martijn die strafrecht. Daar heeft het Openbaar Ministerie heel nadrukkelijk naar gekeken. En die hebben aangetoond dat er geen relatie is tussen de vereniging Martijn en die voorzitters die in de jaren 80 veroordeeld zijn. Als bestuurders dat op hun geweten hebben, en dat zijn de bestuurders van die vereniging, dan staat die vereniging toch minimaal in een kwaad licht, waar of niet? Die staat in een kwaad licht, absoluut. Maar er wordt natuurlijk ook een behoorlijke karikatuur van pedofielen geschetst. Er zijn in Nederland naar schatting 200.000 pedofielen. Het overgrote merendeel van die mensen is niet praktiserend. Bijna 80% van het kindermisbruik vindt plaats door vaders, waar niet over gesproken mag worden. Dus zeg maar, de pedofielen worden... Maar dat zijn dan toch ook pedofielen? Nou, dat zijn gelegenheidspedoseksuelen. En dat ligt in een hele andere orde. Dat heeft te maken met hele andere processen die dan plaatsvinden. En machtsspelletjes tussen de vrouw, et cetera. Ja, dus maar goed, dat staat morgen niet aan de orde. Kijk, morgen gaat het om die vereniging, of die wel of niet verboden moet blijven. En ik zei net, er zijn 8 bestuurders. Nee, maar dat heeft hier niks mee te maken. Het Openbaar Ministerie heeft het losgekoppeld daarvan. Dus het is niet aan de orde in deze maar zaak. Maar ik zei, daardoor sta je wel in kwaad licht natuurlijk. Ja, maar dat zijn karikaturen die geschetst worden natuurlijk. Dat in de Tweede Kamer zitten ook mensen met een strafblad. En u moet ook niet vergeten dat een deel van die veroordelingen, dat gaat dan over de jaren 80, begin jaren 80. En dat is toch een heel andere cultuur. Want mensen kunnen dat nu niet voorstellen, maar vroeger kwam een bestuurslid van de Vereniging Martijn voor de radio met zijn toenmalige vriendje vertellen dat ze een seksuele relatie hadden. En de interviewer van de VPRO die vond dat normaal en die ging dan de zedenpolitie bellen met kritiek van waarom mag dat niet. Dus de tijd is ook heel erg veranderd. Laten we een klein stukje. In het begin was het zo dat de Vereniging Martijn die zei niet van we raden mensen aan zich aan de wet houden. En later, sinds het moment dat ik erbij is dat altijd wel zo geweest. Maar de tijden zijn ook heel anders geworden. Laten we eens even een overweging van de rechter meenemen. Want de rechter zegt, de Vereniging Martijn creëert een subcultuur waarbinnen seksuele handelingen tussen volwassenen en kinderen als normaal en acceptabel worden gesteld. Dat klopt, hè? En daarmee tast de vereniging de rechten van kinderen aan. Want de bescherming van de seksuele integriteit van kinderen vormt onmiskenbaar een van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde. Maar als ze toch geen strafbare feiten hebben geconstateerd, dit zijn toch woorden die veroordeeld worden? Mm-hmm. Dat vind ik als schrijver heel essentieel. Dromen, fantasieën en verlangens, die mag je toch niet strafbaar stellen? En het is een rechter die een 13 jaar veroordeeld voor een triootje. Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting, bedoel je? Kijk, op het moment, als jij je aan de wet houdt, is er toch niks aan de hand. Je mag toch je dromen en je verlangens, dan mag je toch met elkaar over praten. Zolang je aan de wet houdt, is toch niks. Al vindt de rechter blijkbaar de bescherming van kinderen belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting. Ja, maar wij komen ook op voor de bescherming van kinderen. En dat is nou net het punt. Men denkt, wij praten helemaal niet alles goed. Het doel van de vereniging is juist dat kinderen gelukkig zijn en dat ze hun eigen seksualiteit op een normale manier en op een gezonde manier kunnen beleven. Ja, maar met volwassen mensen. En de zedenwetten zijn traditiegetrouw altijd heel erg moreel. Zeg. Je mag het daar toch over hebben. Als je pedofiel bent, mag je het toch over je verlangens hebben. Terwijl je weet van, ik mag niet over de schreef gaan, maar je mag het toch over je verlangens hebben. Ja, maar waarschijnlijk is dat ook niet het probleem, of je het over je verlangens hebt. Wat is dan wel het probleem? Dat zijn wel de woorden van de rechter. Hè? Ja, maar als ik het goed begrijp, zegt de rechter van, als je met elkaar niet aangeeft in dat soort gesprekken dat je over een grens gaat als je ook het in de praktijk brengt. En dat is ook erkend dat wel gezegd is. Dat is ook in het vonnis aangegeven. Ze zeggen heel nadrukkelijk van de openbare orde is in het geding. Ja. Maar kijk, het feit dat pedofielen natuurlijk verschrikkelijk bedreigd worden, dat lijkt me toch ook een probleem van de openbare orde. En er is geen enkele politieke partij die zich daartegen heeft uitgesproken. Sterker nog, Opstelte heeft in de Tweede Kamer, terwijl het onder de rechter was, in de Tweede Kamer gezegd, ik hoop dat de vereniging verboden wordt. Bij elk ander onderwerp
zou hij teruggefloten zijn, maar hierbij niet. U kijkt naar meneer Zijlstra omdat hij Kamerlid is. Van de VVD. Ja, van de VVD. Vindt een liberaal de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk? Zeker. Dat u zegt, zo'n vereniging moet dan ook kunnen? Waarom zou ik? Nee, maar ik denk dat we de zaak even helder moeten hebben. Want wat ligt er voor de rechter? En die zaak begint. En dan vind ik sowieso moet je als politicus terughoudend zijn. Maar een liberale partij als de VVD vindt de vrijheid van vereniging een van de grote verworvenheden van onze democratie. Nee, maar dat is niet waar. Misschien dat u mij even moet laten uitvragen. De vrijheid van meningsuiting is daar ook een ander, heel belangrijk recht. Dus waar het gaat of mensen, ook pedofielen, want het is een seksuele geaardheid. Mm-hmm. Hè, en dat is iets wat mensen hebben. En dat is niet iets wat ze aanleren, dat is iets wat ze hebben. Daar zullen wij mensen nooit op verwijten. Waar het hier om gaat, in hoeverre het feit dat je pedofiel bent en hoeverre de vereniging van pedofielen die daar een platform voor biedt, mm-hmm. verder gaat en het de oversteek maakt van pedofilie en daarover praten, is wat de VVD betreft. Ik ben een vader van 4, ik heb mijn gedachten erover. Dat mag u van me aannemen. Maar dat u daar in een platform over wil praten, oké. Okay. Maar zodra je de oversteek maakt naar pedoseksualiteit. Het is niet aan de orde. Dit is juist een karikatuur. Maar naar pedoseksualiteit, waarbij de uitoefening en het daadwerkelijk hebben van seks met kinderen. Ja, maar dit is weer die karikatuur die geschetst wordt. Dat heeft de rechter heeft ook gezegd. Nou, dit is niet aan de orde. Je zegt wel, laat mij uitspreken, maar het klopt gewoon niet. Ja, maar u doet het alleen even niet. Hè? Nee, maar het klopt gewoon niet. Het klopt niet. Nee, en als ik het zo zeg, als u de oversteek maakt naar pedoseksualiteit, dus echt seks met kinderen, dan kom je op het gebied van zaken die je niet mag doen. En waar de zaak die morgen dient, waar het hoge beroep van is, over gaat, is dat nu wel? Dat gaat niet. En als dat, daar zal de rechter een uitspraak over moeten doen. En als het puur is, laat ik die uitspraak ook doen. Als het puur is dat er een vereniging is die over zaken praat waar ik het niet over zou willen hebben, maar die vrijheid heeft u. Nou, dan zal in het hoger beroep iets anders blijken. En nu wil ik antwoord op mijn vraag. En dat gaan we zien. Ik wil even antwoord op mijn vraag. Waarom de minister, terwijl dit onder de rechter is, in de Kamer zegt, ik hoop dat de vereniging verboden wordt. Dat mag toch helemaal niet? De minister heeft ook recht op een mening, hè? Als je recht op vrijheid van meningsuiting, mag ook een minister. Het is ongebruikelijk dat een minister vooruit loopt. Ik zal niet erkennen of niet ontkennen dat het niet elke dag is. We hebben 2 jaar geprobeerd, die 2 jaar dat ik lid ben van Martijn, heb ik geprobeerd om met de Tweede Kamerleden een gesprek hierover te komen. Alle politici hebben een mening over Martijn, maar niemand is ooit komen kijken. Nog even naar Martijn zelf, als voormalig voorzitter van de Stichting Martijn. Wat streeft de vereniging na? Nou ja, het was altijd 2 leden. Aan de ene kant wil je steun bieden aan mensen met pedoseksuele gevoelens. Mm-hmm. En aan de andere kant hebben we vaak getracht de wetgeving te veranderen. Alleen, we hebben ons altijd... Pedoseksuele gevoelens. U zegt het nu zelf. Ja, gevoelens, niet daden. Nee, maar dat grijnt zo dicht aan elkaar. Nee, en daar zit precies de gevoeligheid. Maar wij hebben altijd, zolang ik in bestuur ben gekomen, in 1998, mensen aangeraden om zich te onthouden van seksuele contacten. Want we hebben gezegd, vandaag de dag kan je dat sowieso een kind niet aandoen. En et cetera, hebben we heel vaak gezegd. Niet dat de media ons geluid wilde laten horen. Ja. Maar het hebben we altijd gedaan. Alleen, we pleiten voor wetsveranderingen. Iets wat de VVD en de JOVD, die hebben vroeger petities ondertekend om pedofilie uit strafrecht te krijgen, JOVD. En de VVD voor een 12-jaar grens. Ja. En bezit van kinderporno wilden ze niet strafbaar stellen, tot zelfs in de jaren 90. En het is eigenlijk dat de vereniging Martijn soortgelijke ideeën heeft als de VVD vroeger. En dan vraag ik me af, waarom is de VVD toen niet verboden? Heel simpel. De VVD zal de seksuele geaardheid van mensen niet tegen hen gebruiken. Of ze nou hetero, homo, pedofiel zijn, dat zullen we niet tegen ze gebruiken. Voor ons ligt de grens daar waar het pedoseksualiteit wordt. Daar waar een keuze is, waarbij je niet je gevoelens meer voor uitvoert. Maar Martijn, lees de uitspraak van de rechter. Je hebt ook de tijd niet erg mee. Nee, zeker niet. Dit streven. Want het seksueel misbruik van kinderen is zo ongelooflijk. Als ik tijd mee zou hebben, zou ik hier niet eens hoeven te zitten. Belangrijk item geworden, dat je misschien zou moeten denken. Ja, maar als je naar Amerika kijkt, een vrouw krijgt levenslang dat ze een 14-jarige jongen aan haar borst te laten zitten. Mensen krijgen 3000 jaar omdat ze 300 plaatjes hebben bekeken. En dat is dan minimaal straf. 21-jarige wordt veroordeeld omdat hij seks heeft met een 17-jarige. Maar laten we gewoon tot Nederland beperken. En daar gaat Nederland naartoe. Waar gewoon het Nederland gaat er naartoe. Het misbruik van kinderen een enorm belangrijk onderwerp geweest is de afgelopen 2,5 jaar. Maar is er ook een reden te meer om daarover te praten? Ik ben ook tegen.
Om erover te praten met pedofielen. Niemand heeft de stap gezet om met een pedofielenvereniging die in opslag is te komen praten. Maatschappelijke organisaties niet, Tweede Kamerleden niet, maar wel hebben ze een mening erover. Ik denk dat Martijn aan die discussie een keer heeft zien meewerken. Op de televisie. Ja, ik wil ook nog wel zeggen dat ik niet van plan ben om terug te keren in het bestuur, mocht de vereniging blijven bestaan. Meestal als ik aangevallen word, is dat door derden. Niet vanwege mijzelf, maar vanwege iemand die iets op een forum zegt. En ik heb daar ook allemaal niet zo'n zin meer in. Mm-hmm. Maar ik vind het qua jurisprudentie, want meneer zegt over pedoseksualiteit, maar als je echt gaat kijken, de rechter zegt gewoon, je kan een vereniging niet verbieden als ze geen strafbare daden doen, maar woorden zijn daden. En dan gaat het toch om de woorden. En die vrouw van het OM die zei, als jullie dat als privépersoon zeggen, is niks aan de hand, maar als vereniging niet. Men heeft echt een constructie verzonnen van we willen hoe dan ook van die vereniging af, want mensen zijn er tegen. En het is een heel gevaarlijk jurisprudentie als die blijft staan. Beroep. En vermoedelijk zal er dus daarna, als we dan weten wat de uitspraak is, dan kunnen we er nog eens over praten. Wie weet, hebben we dan iets in handen, namelijk die uitspraak, waardoor het misschien heel anders ligt. Ik heb geen zin om echt elke dag op tv te zijn. Nee hoor, maar het zal misschien ook dat nog niet. Invragen aan de politiek. Wanneer keuren jullie... Niet de politiek. Nee, maar ik wil, je zit nou ja. iemand vertegenwoordiger van de politiek. Wanneer keuren jullie die heksenjacht een keer af in de Tweede Kamer? Laat helder zijn. Ik vind dat geweldig. Tegen wie dan ook, nooit is goed te praten. Goed, het gebeurt. Gedaan.